In café Centraal aan de Markt heeft vanochtend korte tijd brand gewoed. De oorzaak was een oververhitte compressor in de kelder die begon te smeulen. Er vielen geen gewonden. Maar dat was niet het enige, want 's middags was er weer alarm. Dit keer was er een koolzuurcilinder die lekte. Inmiddels is het verholpen. Café Centraal gaat zo snel mogelijk weer open voor publiek.